Yo jongens, we hebben toch weer een nieuwe video. Vandaag gaan we proberen live aanbeten te filmen op het kanaal. We gaan op het kanaal vissen. Ik heb al veel vissen zien springen. Maar we gaan nu de hengel uitwerpen jongens. Genoeg gebabbeld. En we gaan live aanbeten filmen. Zo, we gaan kijken of we live aanbeten kunnen hebben. Nou, we hadden een aanbeet, jullie hebben die vast al gezien. Die zit hier in mijn maden hangen, geen vis. Zonde. Nou, opnieuw uitwerpen, dan zie ik die dan weer. Weer niks. Nou jongens, ik heb het een tijdje lang proberen het live aanbeten. Het is niet gelukt. Ik ga nog niet stoppen met vissen. Ik ga gewoon van off-camera ga ik nog even door. En als ik dan een vis vang, dan laat ik hem aan jullie zien. Dan ga ik hem showen. Dus dat is eigenlijk alles wat ik wou vertellen. En aan het einde van die video krijgen jullie een beetje meer te weten wat er de komende tijd gaat gebeuren. Want ik ga binnenkort op vakantie, maar daar krijgen jullie zo meteen meer op te weten. Dus blijf nog even kijken, want het wordt nog een leuke... Zo. Oeh. Wat heb ik beet? Nee, eraf. Oh. Oh, ik heb beet. Nou, dat ga ik nu even regelen. Dus off camera ga ik nog even door, jongens. Dat is nog wat van de show dat aan jullie. Dus blijf nog even kijken. Nou, jongens, ik heb er eindelijk één. Niks speciaals. Maar dit duurde lang. Je wil niet eens weten hoe lang ik hoeveel vis ik heb misgeslagen. Voor dit dingetje. Mooie doodaas. Voor doodaas. Ik ga hem niet houden, maar. Ja. Dit is de vangst na een uur proberen. De enigste vangst. Ik denk dat ik zo ben gaan kappen. Want als dit de vangst is, heel traag, dan ga ik niet verder. Nou ja, toch een visie. Oh ja, nog een ding wat ik ben vergeten mee te delen, jongens. De maan is dan op. Nou ja. Het zijn allemaal kasters. Er zijn een paar witte doorheen, maar die witte zijn allemaal ook aan het verpoppen ondertussen. Dus ja, ik heb geen manen meer. Laten we het daar maar op houden. Dus ook een reden waarom ik ga stoppen. Ik ben al aan het inpakken. Maar ik ga zo nog even vertellen wat er binnenkort gaat gebeuren. Blijf kijken. Zo jongens, zijn we. We zijn weer terug in mijn kamer. Ga ik jullie geheimje vertellen. Ondertussen zijn we alweer een paar weken verder. Nou, 2 weken of zo. Langer volgens mij. Ik ben eigenwijs geweest, had geen zin om te filmen, dus hier is de reden. Ondertussen is het al 2 dagen. Morgen is het onze laatste dag thuis. Dus die dag daarna gaan we op vakantie. Dan gaan we naar Liepard rijden om daar te overnachten.
En daar gaan we dus overnachten. En daar ga ik waarschijnlijk even weer... Ik weet niet of mensen mijn vorige vakantievideo's hebben gezien. Daar zit van shorts volgens mij was dat. Er zaten allemaal hele lieve katjes. Die zijn echt heel lief. Daar heb ik een paar van mijn eerste video's ooit gemaakt die goed gingen. Kijk eens even als je de tijd hebt. En dit keer ga ik een lange vakantievideo maken. Ik heb dus wat gehaald waar we leuke video's kunnen maken op de piste. En je ziet hier zo op de achtergrond al mijn tas liggen. Die ga ik dus hier na dit inpakken. Maar ik ga nu even aan jullie laten zien wat ik heb gekocht voor het filmen. Ja jongens, een chest rig. Dit gaat dus zo om je heen. Weet je wat, ik ga het even laten zien. En zo ziet het dan een beetje eruit. Ja, ik hoop dat het een beetje wat wordt. Laten we maar niet gaan vallen. Gaan we eraf doen. En ik heb nog wat uit te leggen natuurlijk. We gaan weer lekker naar Oostenrijk. Lekker veel appelsap drinken. En andere Oostenrijkers niet soms vergeten. En ik kan niet wachten. Dat is eigenlijk alles wat ik nu tot nu toe te vertellen. Ik ga nu lekker mijn tas inpakken. Ik zie jullie op de vakantievlog jongens. Tot dan.